Je bent aan het sterven omdat je op mijn fakkel staat. Ik zat ervan, wat is dit geluid? Dames en heren, welkom terug bij Ark Falguero. Ja, goed. Oké, dat is dat. Welkom weer terug bij het spelletje waar wij onze twee dinosauriërs en natuurlijk mijn Nimbus hierboven hebben staan. Maar jullie hebben leveltjes erbij. Jij hebt 6 leveltjes. Nu weet ik niet zo goed waar ik het in moet doen. Stamina doe ik wel een klein beetje. Wil ik 500 is en melee damage en dan kan ik de rest weer in HP doen. Bij jou wil ik weight en melee damage hebben. 500 weight om mee te beginnen. Goed, de vorige keer hadden wij zo'n Metal Blast Forge neergezet. En kwamen wij er een beetje achter hoe werkt het nou om smelted copper ore te hebben. Hier wil ik wat meer aandacht aan gaan besteden. En over het algemeen wil ik ook meer metal hebben. Want metal is altijd wel handig om te hebben in totaliteit. Misschien is het dan ook een gevalletje van... Kijk, Nimbus moet even naar me toe komen. Anders kon ik hem niet van het dak afhalen. Misschien is het ook even iets van een gevalletje van dat wij misschien een andere Tyrannodon moeten hebben. Aangezien de weight van Nimbus is niet zo hoog. En als wij gewoon een nieuwere temmen, dan zal dat makkelijker gaan. Nu weet ik niet zo gauw even waar een andere is. Ik heb ook geen raw meat, maar dat zal misschien op zich wel de eerste... Ja, laten we dat gewoon eigenlijk als eerst doen. Om gewoon een... Oh, wacht eens even. Ik heb natuurlijk dit ding. Dan kan ik de silhouetjes zien. En dan zie ik iets van een Tyrannodon. Ik zie er daar een. Dat is een 145. Very good. Die gaan we pakken. Even kijken, waar was hij heen, Daro? En wat heb ik daarvoor nodig? Raw 7 meat. Oké, dat is perfect. Ik weet niet wie hier iets aan het maken is, maar ik wil me even niet af laten leiden. Wacht, welke van de twee was het? 60, 145. Dus jij was het. Dat is correct. Oké, hoe ga ik dit beest omlaag krijgen? Dat is ten eerste de vraag. Volgens mij kan ik er gewoon achteraan vliegen en zodra die landt. Het is een zij eigenlijk. Nou gooi ik mijn bola erop, schiet ik pijlen in zijn bek en then we're good. Weet je wat het gelul is? Kijk, ik kan hem nu niet bola, hè, want hij vliegt, of ze vliegt half boven het water. Dus als hij en dan gebolaat is en geconcussioned, et cetera, in het water, verdrinkt hij. En dat zou compleet zonde zijn. Maar dit is hem volgens mij toch? Even kijken, dat is de juiste. Ja, oké. En bola. Klonk. En schieten. Ik heb 43 pijlen bij me. Ik heb vlees daarin zitten. Ik heb nog narcotics bij me, zag ik net in mijn inventaris. 2 pijlen maar. Easy peasy, Fabrizi. 7 vleesjes had ik nodig. Dus ik, voor de zekerheid maar 15. Het is wel de dream als ik deze heb hoor. Het is omdat ik geen raw meat heb. Daar baal ik wel een beetje van. Oké, wie heeft dit hokje gemaakt? En ter bescherming van wat was dit? Tafelman. Ik geloof dat Rudy dat was, toch? Tafelman. Maar ik vraag me af wat hij hiermee probeerde te temmen. Ik bedoel, hij zit in mijn dorpje, dus ik kan het zo bekijken, eerlijk gezegd. Of hij zit in mijn dorpje. Ik bedoel, zijn boot lag er al. Oeh, hij heeft 1 vleesje genomen. 72 levels erbij. 212 wordt hij dan. Ja, dat is perfect. Even kijken, kan ik de weight zien? 213 weight heeft deze. En deze heeft na een aantal levels 248. Dus kan je nagaan als ik deze aan bijvoorbeeld een hitching post zet. Wacht, ben jij trouwens een mannetje? Nee, ook een female. Als ik deze aan een hitching post zet en dan weer de 40 levels erbij krijg. En dat in weight pomp. Dan heb ik echt een best wel goede Tyrannodon. Jezus. Geluid schrik ik dan toch weer van. Goed, Nimbus 2.0. Leuk dat je er bent. Ik had al eigenlijk het zadel en de heutemeteut van mijn andere Nimbus afgehaald. Dus jij bent nu the way to go. Eens even kijken, je weight is nu 249. Het is gewoon letterlijk 1 meer dan mijn Nimbus 1.0. Dus Nimbus 1.0 ga ik weer eventjes terugbrengen. Trouwens, het is wel heel leuk en aardig dat we hier bij de haven zitten, maar... Nu heb ik een andere vraagje. Ik vermoedde dat een van die bootjes Rudy's bootje was. En daar heeft hij nog een bedje op staan en zo. Maar, is dit zeg maar zijn begin? Wat de hel is dit? Dorpsoven, maak gebruik van me. Oh, dat is wel leuk. Deze staan unlocked, de kitties. Dus misschien was dat niet de bedoeling. Dit is een oventje. Een builder's bench. Oké, wat doet een builder's bench? En ik kan er geen gebruik van maken.
Tenminste, ik weet niet hoe het werkt. Ik kan niet op F drukken. Waarschijnlijk omdat ik niet in een soortgelijke tribe zit als hem. Ja, dat gaat een beetje moeilijk, want ik geloof niet dat hij online is. Ik weet ook niet waar zijn lichaam ligt, zeg maar. Is dit Sinus? Bali Boom Boom. Ja, dit is ongetwijfeld Rudy's ding. En dan zal dit zijn lichaam zijn. Tafelman 35 Sleeping. Holy shit, wat is dit? Een primitive tomahawk. Sharp metal hatchet for harvesting wood. Is deze beter dan de metal hatchet? Ik betwijfel het, maar hij ziet er wel echt heel gruwelijk uit. Hij is wel goedkoper dan de metal hatchet, toch? Metal hatchet is dit. En de tomahawk... Hij staat er geen eens tussen. Ja, misschien is dat dus door die blacksmithing bench. Really, heb ik daar echt langs gekeken? Blacksmith workstation. 50 dit. Oké, okay, ja, misschien moet ik die dan ook maar eens gaan maken. Ja, het is... kijk, ik zou graag zeg maar gebruik willen maken van het... Van de dorps utilities die hier zitten. Maar omdat natuurlijk de tribe geneuzel nog niet bestaat... wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Dus dat komt later wel. Wat we dus nu even gaan doen is de... Metaltjes gaan farmen. Want ik zag hier verderop op een berg... Heel wat metaltjes. En dat zijn deze. Oh my god, I want them all. Oké, ik heb dit metal spotje gehad. Volgens mij daar op de berg bij die paarse straal zit ook nog wel wat. Maar ik moet even die spots uit mijn hoofd weten. Kijk, want er staan echt overal stenen. Maar er ligt niet elke keer metaal bij. Maar pas echt bovenop de bergen. Is dit een fucking T-Rex? 95 T-Rex. How cute. Ja, kijk, hierop ligt weer echt bakken. En plus ook obsidian. En obsidian... Ik weet niet of het per se een waardevol iets is. Dodicere saddle. Kijk, dat is altijd welkom. Ik weet niet of het per se waardevol is, obsidian. Aangezien het hier gewoon ligt. Maar ja, het is gewoon altijd handig om te hebben. En als ik het nu gewoon neerhaal... Dan respawnt het voor de volgende. Oké, okay, ik merk dat Nimbus nu een beetje moeite... Oeh! Deze zit veel dichterbij dan ik had verwacht. Ah, dit is echt briljant. Er zit hier een oilveen. De oilveen zal misschien wel in de knoei raken met, zeg maar, deze metal... is dit een rich metal ore? Dat moet ik eerst even ontdekken door waarschijnlijk eerst alles in de omgeving kapot te mappen. Want blijkbaar is de range effectiveness... Ah, het was een... Ja, prima. Maar we moeten inderdaad ook olie hebben. En olie is wel even een probleempje, aangezien... Ja, ik zou niet weten waar ik het moet halen. Ik heb volgens mij wel eens een keer een oliestraaltje uit een waterbronnetje gezien. Maar aan de andere kant van ja, heel leuk en aardig. Maar zo'n waterbron zit natuurlijk gevuld met haaien. Dus je komt er niet zo makkelijk bij. Oh, what the hell? Een spino hier in dit gebied? Een 130 spino. Dat is wel een hele goeie. Wat is dit? Ik zie daar iets roods. Wat houdt dat in? Is dat een beehive misschien? Het is een beehive. Oh, die zijn dan makkelijk om te spotten. Dat is wel de dream. Ja, ik moet zeggen, deze spyglass die maakt het een stuk makkelijker voor ons. En dat is wel fijn. Nou, ik ben blij dat we wel een veilig stukje grond hebben. Want eerlijk gezegd, dat is misschien wel een geinig feitje van dit gebied. Mijn vriendin speelt ook gewoon Ark en dan ook deze map. En toen had ze ook dus bij dit haventje een huisje gemaakt. Dus weer op een andere server, hè? Dus niet op deze. En toen zei ze dat ze echt overrompeld werd door T-Rexen en dat het compleet fout ging. Ze dacht, oh mijn god, het kan dus enorm fout gaan. Maar dus het gaat eigenlijk best wel goed hier. Dus geen zweet, we good. Goed, obsidian en metaal moet ik dus eventjes overbrengen. En dan moet ik dat eventjes aanzetten. Want we hebben best wel wat metaal verzameld. En er blijkt dus ook nog... Hier 151. Hier 175. We hebben dus best wel wat metal ingots nu. Het komt ook goed uit, want die hebben we ook nodig voor de... Hoe heet het? Voor om brons te maken. Of brons. Wat maken we hier ook alweer? Kopper. Oké, ik denk dat het inmiddels ook wel eventjes tijd is voor een uitbreiding. Want hier binnen begint het toch al een beetje vol te raken. Dus misschien dat we even de volgende stap kunnen zetten naar, weet ik veel, stone foundations, et cetera. En dan kunnen we nog steeds de houten muren behouden. En dan gaan we gewoon langzamerhand uitbreiden en upgraden. Oké, 10 stone foundations. Ga jij eens even aan de kant.
En dan kunnen we gewoon zo in een soort vierkant uitbreiden. Ook al wil ik uiteindelijk nog wel een wat excentriekere vorm aan mijn basis geven. Want ja, ik werk eigenlijk alleen maar in vierkanten, omdat ik vierkanten gewoon efficiënt vind. En nou, dat is gewoon mijn ding. En normaal gesproken zou ik inderdaad voor de PvP-veiligheid, zeg maar, met poorten werken om een omheining te doen. Maar ik denk dat ik nu gewoon één stone behemoth gate ergens neerkrik. Ik weet nog niet exact waar. En dat ik dan gewoon inderdaad met, fuck, hoe heette die dingen, fence foundations volgens mij. Dat ik naar aanleiding van dat gewoon verder ga werken en gewoon stenen muren ga neerzetten als omheining. En dat kan in de vorm van een XL wall die is 12 muren hoog of van een large stone wall met 4 muren. Ik denk dat 12 misschien wel handig is, want dan heb je echt een hele grote omheining. Die ook gelijk staat aan die Behemoth Gate. Want die Behemoth Gate is ook gewoon echt heel groot. Om even een voorbeeld te geven van hoe groot die is. Nou, ik weet niet hoe groot de dorpsomheining moet zijn, maar ja, zo groot is hij dus. Dus dat gaat natuurlijk flink wat ruimte innemen. Ik gooi hem wel even op auto close only, want dat vind ik wel wat prettiger. Maar stel, die omheining trekken we door tot een heel stuk daar en daar ook nog een poort neerzetten. Of iets van 3 poorten, dat de mensen op 3 punten eruit kunnen. Lijkt me wel een prima plan. En houden we hier gewoon 1 hele grote tuin voor de dino's om allemaal rond vrij te lopen indien ze daar behoeftes aan hebben. Dus dat betekent dat we ook heel wat steen nodig zullen hebben. En voor steen kunnen wij natuurlijk het beste een Dodicarus gebruiken. Maar ik weet even niet zo gauw waar ik een Dodicarus vandaan kan halen. Dan zal ik even op de spawn map moeten kijken. Maar ik wil ook eventjes kijken naar die ene, wat was het? Blacksmith tools, et cetera. Blacksmith workstation, dat was het. En hij had nog iets ernaast staan, wat ik even niet wist. Builders bench. A bench for builders to craft all the desired goods in. Oké. Okay. Kost gelukkig maar 50 hout per stuk. Dus dat valt echt reuze mee. Maar misschien dat hier inderdaad wel hele leuke tools mee te vinden zijn. Of we kunnen ook met een soort gangensysteem werken. Dus dat, dat ik uiteindelijk hier binnen dan een soort deuropening doe naar uiteindelijk dit gangensysteem. Kom ik uiteindelijk later nog wel op terug om dat goed op orde te stellen. Oké, okay, blacksmith. Wat zou ik hier kunnen maken? Armor. Kan ik flak armor maken? Kan ik een shield skins? Oké, okay, dat is geinig. What the hell? Baratheon. Arryn. Redwyn. Ja, dit zijn allemaal de Game of Thrones referenties. Die ik gewoon niet meer snap. Aangezien ik na het tweede seizoen gewoon niet meer verder heb gekeken. Allerlei bepaalde helmen ook weer. Het is wel geinig. Het gaat wel een beetje tegen mijn Super Saiyan 3 helm, maar vooruit. Heel wat shield skins, jemig. Dat is wel geinig, als we dan uiteindelijk een dorp hebben, hier zo. En dat we dan bepalen van, oké, okay, deze shield skin moet je hebben of dit moet je hebben. Om er zeg maar bij te horen, zodat het zeg maar één geheel is. Dat is wel leuk. Baseline is gewoon een shield. Misk is reinforced nail. En een pliers. Ik weet niet waar ik de nail voor nodig heb. Weapons. What the fuck? Dit zijn gewoon swords. Oké, okay, zal ik even... welke zullen we doen? Ja, ik ken deze houses allemaal niet. Delarian. Fuck it. Klik we gewoon even Delarian aan. Je kan ons ook speren. Throwing spear. Alright. Dan heb je nog skins. Hatchet. What the hell is dit? Daggers. Ah, dit is die ene hatchet waar die Rudy had. Ah, die is gewoon 10 metal ingots. Is gewoon metal. Geen hout of wat dan ook. En dan heb je nog maces. Maces zijn wel de shit hoor. Wacht, ik maak ook even een mace. Want dan wil ik even gewoon kijken. Bij spears hebben we gewoon speren. Halberds, crossed halberds. Spiky halberds. Double-sided spear. Holy shit. Africans. What the hell, man? That's some crazy shit, man. Oké, okay, dit is de Morningstar. Oh, het is alleen een skin. Wacht. Maar waar moet je het opzetten dan? Oké, okay, is er iets van een mace? Nee, er is helemaal geen mace. Waar moet je dat ding opzetten, joh? Kan ik hem gewoon hierop skinnen? Nee, ik weet niet waar die op moet. Oké, okay, een sword is er wel, weet je. Een sword hebben we gewoon. Prima. Maar een knuppel, dat bestaat niet. Dat is het hele ding.
Oké, wat zouden we in de Builders Bench kunnen maken? Banners van allerlei Nightwatch, Stark. Ja, dat zijn een beetje de banners die ik wel ken. Greyjoy ken ik inderdaad ook. Miscellaneous, Reinforced Planks. Ik weet niet waar je dat voor nodig hebt, maar dat zou vast wel ergens voor goed zijn. Het is gewoon gekheid dit. Het is gewoon gekheid. Ik snap er de ballen niet van. Nou ja, die, op zich die planks die zullen vast wel handig zijn. Alleen, geen idee waarvoor we ze nodig zullen hebben. Maar dat zullen we wel zien zodra wij ons verdiepen in deze resources. Want ik wilde zo eentje maken. En, Industrial Copper Forge. Alleen daarvoor hebben we 200 copper ores nodig. En dus ook 250 oil. En voor een oil, wat is dit? Storage tank. Meat spoiler. Oh, dat is best handig. Oh, fuck. We moeten level 60 zijn voor een oil pump. Wat ben ik nu? 54. Oké, dat kan ik op zich wel halen. Ik weet niet of ik het deze aflevering kan halen. Maar dan kan ik alvast even de resources kan ik, klaarzetten. Oil pump. Daarvoor heb ik nodig 75 metal ingots, 25 electronics en crystal. Oké, de electronics gaat misschien een probleem worden. Maar misschien als ik zo'n techbeestje kill, dat er dan electronics uitkomen. Wie weet. Ik ga het dus proberen. Oké, ik heb nu de hele bende boos gemaakt. Maar kan op zich. Oké, nu heb ik echt alles boos gemaakt. Dit is niet geheel goed, want de Brontosaurus is blijkbaar ook pissig. Oké, we hebben even wat HP erbij. Die Triceratopsen moeten gewoon even ophouden. Die zijn gewoon ronduit vervelend. Ja. Ik kreeg electronics eruit. Nice. Oké. Burn, baby, burn. It's going for now. Oké, we moeten gewoon even weg van de Bronto. Hier nog een tech parasaur. Kijk, op die manier kunnen we dan de... Hoe heet het eruit krijgen? De electronics. Here we go. Oké, qua electronics zitten we dan goed. Oil hebben we dan ook gelijk een klein beetje van. Het is geen vetpot, maar dat wil ik natuurlijk dan op een andere manier compenseren. Oh ja, misschien is het inmiddels ook wel tijd voor een feeding trough. Want we zitten inmiddels nu op het punt dat onze dino-rijkdom koninkrijk uitbreidt. Dus dan hoef ik niet elke keer voedsel in hun bek te douwen. En dan kan ik het gewoon in de bak doen. Dus hier pak ik dan eigenlijk grotendeels alles van af. Oké, dan moeten we nu... Nu ben ik even kijken, 55. Dus dan moet ik nu nog 3 leveltjes erbij tikken. Ik denk dat het gewoon handig is als ik gewoon tegen bomen aan ga mappen. Of tegen stenen. Want ik moet toch stone hebben. Oké, nevermind. Dit gaat opeens bijzonder langzaam. Not the greatest idea. Oké, misschien dan gewoon met onze Deinonychus even heel wat beestjes gaan doden. Bijvoorbeeld deze Stegosaurus die letterlijk voor mijn deur staat. Lam, lam, lam. Kijk hier, die tandjes. Hoe werkt dit? C werkt niet. Rechtermuisklik werkt niet. Linkermuisklik is het ook niet. What does it mean? Gewoon spatiebalk. Of course. Who would have guessed? Oké, lekker nibbelen in iemands nek. Wee. Ja, er gaat echt een flinke hap stamina vanaf. Ook gewoon, ik zie mijn stamina echt flink omlaag gaan terwijl ik erop zit. Dus dat is echt een... Als ik die sprong wil doen, en het kan zeker werken. Maar het is gewoon echt zo'n hap in de stamina. Dus dat het eigenlijk voor gewone battles is het niet de moeite waard. Ik vraag me dus ook af. Kijk, als ik dus met 1 Deinonychus op zo'n beast map, dan krijgt hij een bleeding effect. En wat nou als je meerdere Deinonychus hebt? En dus als die allemaal getamed zijn, en dan hoef je er niet per se op te zetten, krijg je dan stacken die bloed effects. Als dat zo is, dan is de Deinonychus echt gewoon een beest. Dat is gewoon de dream. Als die bleed effects stacken. Als dat niet zo is, geen nood. Als dat wel zo is, dan wel. Oh, hemel. Zag je dat? De oliebronnen zitten hier, joh. Ja, daar zit een megalodon. Ik weet niet in hoeverre dit te haalbaar is. Dat moet wel te doen zijn. Alhoewel, hij komt nu ineens op me af. Ik map 2 keer en dan ga ik er vandoor. Doei. Oké, dat was niet de moeite waard. Well, shit. He is coming my way. Tudun. Tudun. Tudun.
Oh my god, it's right there. It's Jones. Kut high. 140 ook gewoon. Oh shit, dat had echt pijn kunnen doen. Ik wist niet dat hij zo hoog level was. Oké, dat is niet helemaal de moeite waard. Aangezien het best wel diep is en ik zwem niet zo snel. Oké, wat hadden we hiervoor nodig? Coal, metal ingot, stone. Oh god, stone gaat echt een ding worden. Oké, misschien is het dan toch beter als we gaan kijken naar een Dodicres. Aangezien stone echt... Nou, dat is voor ons de volgende stap. Dus dan moeten we ook een hele grote bron aan steen hebben. En we hebben nu wel een klein beetje, maar ja... Daar kan je geen huizen van bouwen, laten we het zo zeggen. Could you please go away, Mr. Brontosaurus? In Valguero is nog niet bekend waar de Dodicres zit. Heel klote. Dus dan zullen we zelf moeten kijken. Nou, dan gaat het op zich wel met die spyglass. Dan moeten we kijken wat we nodig zullen hebben. Minimaal 51 arrows. Ik ben voorzien. Ik heb 66 arrows. Ik heb meoberries en ik heb nog een klein beetje narcotics om ermee om te gaan. Dan moeten we nu even op zoek gaan naar... Look at that! It's a rainbow! Oh my god! Zal ook een pot goud zijn aan het einde van de regenboog. Dat zou wel de dream zijn. Oké, goed. Nu moeten we naar silhouetjes kijken. In de hoop dat wij uiteindelijk een... Dodicres tegenkomen, want ik zie nu al... Daar een ankylo, daar een ankylo, daar een ankylo. En daar een bijennest. Nou, misschien hebben we het sneller getroffen dan verwacht. Level 15 Dodicres. Oké, we willen toch wel iets hoger dan dat. 135. That'll do. Shit, sorry. Wat hadden we daarvoor nodig? 26 meoberries. Dat heb ik voldoende van. En dit valt nog steeds onder hetzelfde vriendschappelijke gebied als in de herbivoren. Dus dat is goed. Dus ik moet je wel op je kop schieten als het even kan. So there we go. Ik weet niet, het stond niet bij hoeveel pijlen ik nodig had, hè? Nee. Dodicres is op de vlucht geslagen. Ik zie daar een parasaur wild rennen. Dus daar moet ik een beetje voor opletten. Want het blijkt meestal dan dat er gevaar in de buurt is. Een parasaur rent namelijk niet zomaar er rond en in. Nog één pijl te gaan. That's it. Alright. Meoberries erin. Jij zal als het goed is maar 26 berries nodig hebben. Maar ja, daar gaat natuurlijk een tijd overheen. Dus now we wait. Oké, het ziet eruit dat die ene parasaur wel gewoon in het niks aan het rondrennen is. Want ik zie geen silhouet van een raptor of zoiets. Dus dat zal wel meevallen. De Dodicres smikkelt er lekker op los. Hij heeft nu al een paar besties gegeten. Met een taming effectiveness van vrijwel 100%. Met 67 levels. Wat neerkomt op 202. Zal zijn uiteindelijke level worden. Indien hij niet wordt aangevallen in de tussentijd. Maar daar ga ik niet vanuit. Bam, 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 bam. Ik heb de Dodicres. Yes, yes. Oké. Pick-up mod. Altijd handig. En dan moeten we eventjes teruggaan voor jou om een zadeltje te regelen. En dan kunnen we dit hele gebied even ontdoen van alle grote stenen. Want er liggen er genoeg. Dus ik kan wel wat steentjes gebruiken. Oké, maar dit wordt ook wel gewoon wel heel bont hoor. Je loopt gewoon over mijn basis heen. Gast. Wat heb je? 4.1 KHP. Ja, ik zit bijna op het punt om gewoon je te killen, maar... Het punt is, als jij een zwieper met je staart doet, dan map je echt alles in de omgeving. Daar ben ik ook vrij weinig zin in. Je bent aan het sterven omdat je op mijn fakkel staat. Ik zat ervan, wat is dat geluid? Ga van mijn fakkels af, je infantiel beest. Anders word je gewoon gekild door een fakkel. Dat voel je toch? Oh mijn god, mijn basis gaat gewoon letterlijk deze bronto killen. Dit is wel echt heel absurd hoor. Dat is misschien wel eens een keer leuk van een challenge of zo. Gewoon met van die staande fakkels een bronto proberen te killen. Jezus. Oké, goed. Zadeltje. Kijk, ik kan een normale doen, maar blijkbaar is deze beter. Kijk, de normale geeft 25 armor. Deze geeft 27 armor. Die ik in die blueprint had gevonden. Dus, nou, dat is gewoon een beter zadel. Het kost daarentegen ook gelijk echt 100 meer hides. Maar dat is op zich het grootste probleem niet. Oké, dan gaan we nu even lekker een paar stenen mappen. Weg van de bronto in ieder geval. En blam! Kijk, dat is gelijk veel steen. Huppakee.
Bakken met steen wordt zeker gewaardeerd. Kan dit beest ook nog besjes verzamelen of is dat gewoon een complete no-go? Oké, besjes verzamelen kan hij gewoon niet. Oké, heel goed. Er staat hier ook bij gathers autonomously. Wat ik dus kan doen, maar dat wil ik eigenlijk pas als zeg maar dit hele gebied is afgezet. Dan kan ik, kan ik gewoon de Dodicarus op wandering zetten. En dan gaat hij gewoon uiteindelijk zelf allemaal steen verzamelen, et cetera. Maar nu dat nog niet zo ver is, zit ik van, nou weet je, dat hoeft niet, dankjewel. Dat zie je ook niet vaak. Een megalodon met zijn neus in het zand. Hey, wow, waar is het lullo? Het is een level 15. Wat doe je daar? Zo, daar zijn we weer. Ik heb vrijwel de hele omgeving ontdaan van steen. Dus ik ga even kijken hoeveel steen er nou in totaliteit is. Dit levert op qua steen 15.000 steen. Jezus. Oh mijn god. Nou, daar kunnen we vast wel een stenen vermuur van maken. Ja, ja, dat denk ik wel. Oh, wauw. Deze Ankylo is level 140. Nou, dan laat ik deze gewoon lopen. Want dan kan iemand vast waarschijnlijk ook in dit dorpje die uiteindelijk temmen. Dat is deze. 95. Dat is ook een goeie. Oké, ik ga echt iets meer aan die Bronto doen. Ik word er echt heel wild van. Het kutte is, ik moet dat beest gewoon eens even weglokken hiervan. Hier. Eén mapje. Komt u deze kant maar op. Niet slingeren. Goed zo. Dit gelul elke keer met die... dat je om mijn basis heen loopt. Ik vind, ja, je bent echt prachtig aardig. Maar weet je, je bent wel gewoon mokertje irritant. Ja, ben je agressie kwijt? Je hoeft niet meer. Heel mooi, want dan kan ik weer even normaal naar mijn basis. En dan ga jij hier gewoon even lekker irritant zitten wezen. En dan heb ik gewoon een normale, niet aardbevende basis. Vind ik ook wel fijn. Oeh, ja, dat ga ik eventjes doen. God, dat was ik al helemaal vergeten. Een hitching post, oh my god. Mede dankzij het feit ook gewoon van... hé, misschien is dat gewoon handig om te hebben. Want dan kunnen mijn beestjes level up krijgen. En, zodat ze niet weglopen. Dat is natuurlijk ook altijd heel handig. Dus hitch, 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 hitch. Alles eraan knikkeren. Moet ik even wandering bij jullie allemaal aanzetten. En dan zitten we goed. Oké. Alles staat op wandering. Ik denk dat wij weer hele leuke dingetjes hebben bereikt deze aflevering. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende video wil ik eigenlijk graag eventjes met Rudy of nou tegen die tijd een andere inwoner van dit dorp. Wil ik even één tribe maken of tribes met allianties. We moeten even kijken hoe dat gaat werken. Want ook met resources pollen zoals stel ik wil een smithy hier maken. Of wat de hel is dit? Offhand gear station. Oh. Maar kijk, dan druk ik op dit knoppie. En dan trek ik resources uit mijn kast vandaan. Dat gebeurt nu uit alleen mijn kast. Al zit ik in de buurt van andermans basis. Kan het nog wel eens het geval zijn dat ik dan hun hardverdiende resources uit een kast trek. Waarvan ze zitten van, nou weet je, ik vind het heel zonde. Really? Je kan dus twee wapens dan vast hebben? Oké, wacht. Ik wil even een offhand tomahawk hebben. Gewoon even voor het... Voor jemig, nu ben ik hier ook nieuwsgierig geworden. Oké, want het ding is, hier heb je inderdaad offhand. En wat nou als ik deze erbij pak? Oh! Map ik dan twee keer zo snel of zo? Want ik weet niet waar die sickle dan voor is. Is dat alleen voor esthetische waarde dan of zo? Of gaat mijn gatherer dan nu dan ook twee keer zo snel? Nee, totaal niet, eerlijk gezegd. Dus ik weet niet wat ik eraan heb. Dan is het alleen voor esthetische waarde. Nou, het is leuk. Goed, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat een leuke video, mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's zien? Druk op de knop naast mij. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!